Okumu. Lange bal erbij. Samoas heeft nog Bourdain voor zijn neus. Heeft ook nog de steun buitenom. Samoas, stikje naar buiten. Daar is de voorzet. Op zoek naar Lemaitz. Die wint het kopduel. De redding van Bibau. Een bal die er nooit in mocht natuurlijk. Maar eerste redding in deze wedstrijd. Tiende minuut van de wedstrijd. Lemaitz een eerste keer gevonden. Sanusi. Sebaoui. Kijkend, daar is de voorzet niet tot bij Avenatti, maar wel schenkelend. En die kopt hem voorlangs. En zo, eerste kans voor Beerschot. Klein kwartiertje aan het voetballen. Voorlopig was het vooral verdedigen. Goed georganiseerd staan op de eigen helft. Nu een uitbraak. En dan schenkelend kopt hem voorlangs. Voorzet van Sebaoui. Castromontes. Radic voor zijn neus, zoekt de combinatie met Lemaitz. Castromontes jaagt hem erover. Bal nog wel aangeraakt. Gewoon een hoekschop. En zo weer wat dreiging van Agent. Hier komt, zoekt die combinatie. En dan zit daar inderdaad Van den Berg nog, denk ik, aan. En dus gewoon een hoekschop voor Agent. Eerst uit de wedstrijd. Josser kiest positie, dat doet ook Lemaitz. Bal komt uiteindelijk bij Castromontes. Castromontes door de benen van Radic. De redding van Bibau, goed plat. Centraal op doel. En zo heeft hij hier en daar al een bal moeten pakken. Geen onmogelijke dingen. Maar Agent dreigt af en toe zonder dat het echt gevaarlijk wordt. Want ook deze poging, ja oké, het is wel een schot tussen de palen. Want dit zijn gewoon opwarmballen voor een doelman. Meteen naar de overzijde. Schenkland. En dan is daar nog net Hank Olsen voor de neus van Sebaoui. Meteen de tegenprik van Beerschot. Moet daar toch even weten dat Opere die bal nog moest wegkoppen. Anders had hij zomaar in de voeten van Dom terechtgekomen. De tegenprik van Agent komt er niet uit. Mindere paas van de Saar. Sebaoui, klaarleggen. Oeh. Ik zag hem er van hieruit in. Maar hij zeilt ernaast. Halverwege de eerste helft. In een wedstrijd die nog echt moet openbreken. Klein foutje in de opbouw bij Agent en dan Sanusi niet twijfelen. Meteen naar Sebaoui. Even klaar liggen en veel scheelt dat niet. Maar hij gaat net langs de verkeerde kant van de paal voor Sebaoui. Castromontes rondspelen naar buiten. Samoas. Castromontes schuift mee naar de eerste paal. Het gaat naar Lemaitz. Die kopt hem wel erg ver naast. Ja, als hij hem nog eens aflegt naar Castromontes, kan het wellicht nog gevaarlijker worden. Eindelijk wat kansen in deze wedstrijd. Goeie voorzet. Ja, als hij hem daar nog eens probeert voor te leggen, ik ga niet zeggen dat dat een gemaakt doelpunt is, maar dan hadden ze bij Beerschot toch nog iets moeten doen. Julseer en Opere achter de bal, een half uur gespeeld. Agent, de betere ploeg, op zoek naar een openingstreffer, zonder dat het voortdurend gevaarlijk is. En dan nu de kopbal. Uiteindelijk Bourdain die een hoekschop moet toestaan. Zou ik denken, nee, geen hoekschop. Dan is dit gewoon nog vlot overgekopt hoor. De Saar. Die bal komt dan toch nog aan bij Castromontes. Meteen inspeelt het bij Lemaitz. Geen buitenspel. Lemaitz die had hier moeten scoren, maar de redding van Bibau. Ja, veel groter gaan de kansen toch niet worden. In een wedstrijd die al niet bol staat van de kansen, was dit een ideaal moment om op voorsprong te komen. Maar Bibau houdt Beerschot voorlopig recht. 38e minuut. Hier Castromontes en dan de perfecte bal richting Lemaitz. En dan te nonchalant raakt die bal gewoon niet goed. Want dat hem hier kon wegleggen. Maar doet dat niet omdat Bibau gewoon centraal staat. Sanusi. Ja, gaat liggen. Er was wel contact, maar een fout niet. En dan maar meteen richting Castromontes. Radic kijkt. Castromontes in de loop van de Saar. De kopbal naar binnen. Heel mooi uitgespeeld. Bibau dacht die bal daar makkelijk te gaan pakken aan de tweede paal. Maar de Saar duikt hem binnen. En zo 0-1 voor Agent. Verdiende voorsprong, dat zeker. En kijk naar de grens van Julien de Saar. Zijn vierde doelpunt van het seizoen. Veel overgave. De bal tot bij Castromontes. Daar gaat veel dreiging vanuit in deze wedstrijd. En dan perfect voor de Saar. Die gooit hij er naartoe. En dan kijk je naar die positie van Bibau. Die denkt daar makkelijk die bal te gaan pakken. Miskijkt zich volledig op de snelheid van de Saar. En zo in de 45e minuut 0-1 voor Agent.
Een knappe aanval van Agint. In een lusteloze wedstrijd eigenlijk. Een klein kwartier gespeeld in de tweede helft. Torunariga legt hem nog eens terug. Daar is Castromontes. Die kan uithalen. Jaagt hem naast. Zat meer in, dat beseft hij. Vlak na die afgeblokte poging van Jose Castromontes. Agint op zoek naar de 0-2. Twee keer Torunariga. Daar net met die goede voorzet richting Lemaic. Nu terugleggen. Castromontes. Ja, het is een scherpe hoek hoor. Om hem vandaar binnen te trappen. Samoas. Jolseer. Ja, mag gewoon blijven doorlopen. Jolseer op zoek naar Lemaic. Die gaat hem koppen over hoeks en binnen. Prima weggelegd door Lemaic. Ja, als je Jolseer niet aanvalt, dan legt hij hem waar hij hem wil. En zo maakt de Serviër er 0-2 van 65e minuut. Liet een gigantische kans liggen in de eerste helft. Maar deze kopt hij heel mooi over hoeks. En zo is Biwau voor de tweede keer geklopt. De wedstrijd was eindelijk opengebroken. Geen druk op de bal. Jolseer die ziet Lemaic gewoon weglopen. Geen buitenspel. Ook al gaat die hand van Van den Berg de lucht in. En dan plaatst hij hem heel erg mooi. En is Biwau gezien. Nou, uitstekend gedaan door Lemaic. Nou, Dom die komt nog wel terug, maar niet te belopen. Komt ook centimeters tekort tegen deze boomlange spits. Castromontes. Via Rigo komt hij toch bij Jolseer. Castromontes op snelheid houdt die bal binnen. Jolseer kiest positie. Lemaic doet dat ook in de tweede zone. Is Operi, maar uiteraard wordt die bal daar gelegd. En dan Operi de redding van Biwau. En Jolseer kopt hem naast. Bijna de 0-3. Weer een hele gave voorzet van op de flank. Deze keer niet tot bij Lemaic, maar wel tot bij Operi. Biwau laat zien dat hij nog meedoet. Kijk hier, die voorzet. Lemaic, goed gecoacht door Operi. Die twijfelt niet recht op Biwau. En dan Jolseer probeert hem helemaal te plaatsen. Maar plaatst hem te ver. Torunariga. Ja. Aangelopen door Shankland. Laat zich misschien te gemakkelijk vallen. En dus neemt Beerschot over met Sanusi. Kan naar buiten. Waka. En dan kapt hij, legt hem toch nog terug tot bij Dom. Daar is de poging en nog bijna het doelpunt van Suzuki. Veel scheelde dat niet. Begon bij knullig balverlies van Torunariga. En dan terugleggen, Dom met de voorzet. En Suzuki, ja.